gaan eerst beginnen in Rusland, want de Oekraïnse president Zelensky heeft inmiddels toegegeven dat zijn leger Koersk is binnengetrokken, de regio Koersk in Rusland. En verdedigt die inval door te wijzen op de hoeveelheid aanvallen vanuit die regio op Oekraïne. Deze zomer al meer dan 2000 aanvallen door Russen op zijn land. En dat Oekraïns leger trekt steeds dieper het gebied in. Ze zijn in Rusland 30 kilometer binnengetrokken. Volgens journalisten van AFP zijn er duizenden militairen vanuit Oekraïne betrokken en tientallen militaire voertuigen. En we zien ook beelden die nog niet helemaal geverifieerd zijn, maar waarschijnlijk van uitgebrande konvooien van Russen. We gaan erover praten met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het laatste nieuws? Wat weten we op dit moment over die inval? Nou, dat er in ieder geval in de hele regio Koersk inmiddels al 80.000 burgers zijn geëvacueerd. Eergisteren waren dat er nog 76.000. En dit zijn getallen van het ministerie van Defensie van Rusland zelf. Dus dan mag je ervan uitgaan dat het nog conservatieve schattingen zijn. Dus die mensen die worden allemaal naar veiliger gebieden afgevoerd. Ja. En dat is kennelijk ook nodig, want er wordt zwaar gevochten zo links en rechts daar nog. Ja, dat is toch wel apart. Oekraïne zegt, ja, Rusland heeft veel aanvallen vanuit die regio gepleegd op ons. Is dit belangrijk gebied voor de Russen? Want het lijkt erop alsof het totaal niet verdedigd is. Nee, dat is ook het geval. De Oekraïners hebben toch gemerkt dat die grenstroepen die daar lagen, dat die eigenlijk bestaan uit dienstplichtigen, slecht opgeleid, slecht bewapend. Misschien is het ook zo begonnen van wat beide kanten voortdurend doen, elkaar eens even testen. En dat toen de Oekraïners hebben gemerkt van maar dit gaat makkelijk, laten we nog maar eens een stukje doormarcheren. Dat is wat ze gedaan hebben. En ja, zoals je zegt, dat zou nu al 30 kilometer zijn landinwaarts in Rusland. Wat doet Poetin om die aanval te stoppen? Want ja, die heeft natuurlijk heel veel troepen samengetrokken aan het front, in het zuidoosten, in Oekraïne. En die moet dus mensen gaan overbrengen naar deze regio. Gaat hij dat doen, is de grote vraag. Nou, voor zover ik heb begrepen is dat al gaande. Er zouden troepen uit Luhansk, de zuidelijker gelegen regio in Oekraïne, overgebracht zijn om de Oekraïners te stuiten. En er zullen ook vanuit het binnenland zullen de troepen worden aangeleverd. Maar dat zijn toch voornamelijk dienstplichtigen die toch niet zoveel kunnen inbrengen tegen deze toch wel zeer ervaren en de beste, zo wordt gezegd, Oekraïense strijdkrachten, troepen. Ja, wat heeft Poetin gezegd? Hoe heeft hij gereageerd? Nou ja, Poetin heeft het vorige week een grote provocatie genoemd. En voor de rest houdt hij zich een klein beetje stil. Wat de mailbloggers opvalt, althans dat schrijven ze op Telegram voornamelijk, dat Poetin zich toch wel, dat hij nerveus oogt en dat hij gespannen is. Het is natuurlijk ook een grote blamage voor het Kremlin natuurlijk. Ja. Het is voor het eerst, moet je nagaan, sinds de Tweede Wereldoorlog, dat er weer vreemde troepen Rusland zijn binnengevallen. En ja, dat is natuurlijk slecht uit te leggen aan de bevolking. Je ziet ook filmpjes van burgers op Telegram uit Koersk die om hulp vragen, die zeggen, u moet ons verdedigen. De Russische televisie toont voor ons nog alleen maar de grootschalige hulpverlening die op gang is gekomen en hoe crescendo dat allemaal verloopt. Van uitgebrande wagens en tanks en wat ook maar, Russische verliezen, zie je helemaal niks. Nee, toch, Zelensky zegt, het is een eerlijke reactie. Het is fair op de aanvallen die Rusland pleegt op ons grondgebied. Toen kwam Poetin met de veroordeling, maar je kan niet zomaar een ander land binnenvallen. En toen dacht ik ook van, en hoe moeten we dan die aanval op Oekraïne zien? Nou ja, het is natuurlijk de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Maar het is een typische omdraaiing die de Russen voortdurend maken. Ze doen zelf iets en beschuldigen de tegenpartij ervan. Daar valt dit eigenlijk ook onder. En de bondgenoten van Oekraïne hebben al gezegd van, luister, dit is gewoon gerechtvaardigd. Oekraïne verdedigt zichzelf en dan mag dit. De mensenrechtenombudsman van Poetin heeft gisteren de VN-veiligheidsraad opgeroepen om deze aanval van Oekraïne op Rusland te veroordelen als een terroristische daad. Over omdraaiingen gesproken. Ja, dankjewel. Correspondent in Rusland, Joost Bosman. Blijf even in Oekraïne in een koeltoren, althans bij een koeltoren van de kerncentrale in Zaporizhia in Oekraïne dus, is gisteravond brand uitgebroken. En het is inmiddels ook weer geblust, meldt de Russische staatspersbureau RIA Novosti en TASS.
Koeltoren is ernstig beschadigd geraakt, maar de brand zou geen invloed hebben gehad op de veiligheid, zeggen de Russen die de facto die centrale hebben overgenomen en daar nu de boel bestieren. Hoe die brand kon ontstaan is niet helemaal duidelijk, maar zoals we dat klassiek zien, wijzen Rusland naar Oekraïne en wijst Oekraïne naar Rusland. Mm-hmm. Toch bewijs daarvoor is nog niet geleverd, dus we weten het simpelweg nog niet. Zelensky schreef gisteren op X dat Rusland brand heeft gesticht op dat nucleaire complex. Russische staatsmedia schrijven dat het vuur is ontstaan door Oekraïnse beschietingen. Waarnemers van het Internationaal Atoomenergieagentschap, die daar altijd zijn, die daar permanent aanwezig zijn, schrijven op X dat er rookpluimen te zien waren en meerdere explosies te horen waren. Daar hebben we ook beelden van gezien bij Zelensky op zijn Twitterpagina van die rookpluimen. Maar ook het IAEA zegt, er was geen risico voor de nucleaire veiligheid. Afgelopen donderdag waarschuwde het IAEA nog dat de situatie rondom die kerncentrale uiterst kwetsbaar is en blijft. En dat er de laatste tijd vaker branden uitbreken in de omgeving. En dat is iets wat je uiteraard niet wil in de buurt van de kerncentrale. Maar wat hier het andere verhaal is dat er een stapel oude autobanden in brand gestoken is buiten die koeltoren. En dan is de grote vraag, zouden het niet ook gewoon Oekraïners kunnen zijn geweest die voor die kerncentrale werken? Je weet het niet.